Yo, gulligheid, dus ik nu die video van Fortnite. Ja, en dit is niet zomaar ja, Fortnite, want als dit goed lijkt trouwens, is een ander ding. Er komt een ander paard, wel mooiere, langere. Het gaat allemaal gefixt worden. Het gaat hier helemaal mooi geschilderd worden. Alles gaat hier weg achter mij. Wat je hier ziet, dat gaat gewoon allemaal weg. Ja, behalve, zoals. Die focusdrinkflesjes die blijven wel staan. En ik vind het jammer even dat het wel niet. Anders zou ik misschien die bord aan moeten weghalen van Liverpool. Zou ik misschien weg moeten halen. Want ja, dat zie je toch bijna niet. Want dan ligt een buis met bandjes voor. En dan ze daarop zo kunnen zetten. Dan zie je het wel. En dat is denk ik voor iets vetter. Maar in ieder geval, ik ga het hier helemaal fixen. Maak je niet druk. Want dat bordje hangt ook helemaal schuin, die ik niet eens op mijn cam. Maar, er komt dus een nieuwe, mooie tafel. Niet meer deze rare, vreemde tafel. Alleen, want het is even tijdelijk, wil ik hem. Omdat deze, wat is daarmee? Deze, die was namelijk niet gammel, even voor jullie. Deze was niet gammel dan die tuintafel die ik eerder had. Ik had eerst een tuintafel. Ik heb geen foto op ze van, maar deze was iets steviger, dus daarom had ik deze tijdelijk. Maar ik ga natuurlijk wel een nieuwe tafel halen en dat is zo'n mooie rechte, die gaat een beetje wat langer zijn. Dus ik zou de ja, tv/monitor ja, een beetje zodanig kunnen zetten, laptop hier erbij en nog ja, wat andere dingen. Dus maar in ieder geval, het gaat helemaal mooi worden, helemaal wel mooi gemaakt worden. Dus maak je niet zo zorgen. Maar we gaan het nu even hebben over wat dingetjes in Fortnite. Dus doe alvast een blauw duimpje. En ik ga gewoon denk ik gelijk beginnen met het eerste ja, ding. En dat is natuurlijk de progress. Oh ja, waarom ik het trouwens even nu doe. Is omdat er zijn best wel wat dingetjes een probleem. En ik wil zelf nog wat voor nieuwe content. Dus en wat? En dus nu gaan we eerst de Fortnite progress kijken. En die is 52% complete. Dus dat betekent nog ja, 48 dagen zo te gaan. Oh nee, 41 dagen, laat maar 41 dagen te gaan. Dus ja, zorg dat je sowieso voor de feedback hebt of iets anders. Want ja, het is toch, het kan nog wel eens even anders zijn. Omdat, ja, sowieso, we weten nog niet wat er gaat komen als er als het seizoen verlengd wordt of dit of dat. Dat weten we nog niet. Dus ja, maar zorg in ieder geval dat je voor. Voor 5 december, in Nederland is het dan ja, voor de kindjes Sinterklaas. Dus ja, een leuke datum dat het seizoen eindigt. Oké, what the fuck? Ja, USB-stick eventjes schiet eruit. Sorry daarvoor. Maar... Dus zorg dat je voor 5 december, voor pakjesavond, is dat het mij dat. Dat zeg maar. Ja, gewoon genoeg feedbacks hebt. En dat je gewoon genoeg hebt voor de volgende Battle Pass. Want ja, het zou zonde zijn als je nog moet wachten op de volgende Battle Pass. En. Ja, dat zou gewoon zo. Dat zou gewoon zuur zijn. Dus zorg dat je genoeg hebt. Voor die volgende pers. En ja, je bent gewoon, je hebt gewoon genoeg. Je bent klaar. Je hoeft niet nergens meer rekening mee te houden. Je kan altijd niet laten of meer vliegen. Het is altijd beter. Maar we gaan gewoon naar het volgende topic. Oftewel naar het volgende ding. En dat is de Cube Queen. Ja. Er zijn quests uitgekomen over de Cube Queen. En wat. Ja, het zijn gewoon normale quests wat je kan doen in-game. Je kan nog een glider bij krijgen, je kan backbling, volgens mij backbling. Mij de skin ook, of dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, je kan, ja,
best wel leuke dingetjes krijgen. En als je even wat quests voltooit. En dan heb je Jozo's Backbling en Glider. Dus dat is wel leuk. Dus ja, en wij gaan gewoon naar het volgende ding. Want ja, Cube, ja. Iedereen snapt al questen. In ieder geval, snap je de challenge niet? Zoek het gewoon eventjes op YouTube. Er zijn genoeg dingetjes te vinden erover van hoe je het moet doen. Dus ja, dat is gewoon lekker makkelijk. Dan zoek hem gewoon op en dan heb je hem zo gedaan. Dan heb je zo de Cube Queen. Ik ga die techniek ook wel eventjes doen. En die Cube Queen challenges. Ja, zo zeg je het. Sorry. Ik zeg het een beetje anders. Maar ja, doe die. Dan kun je ze zo gewoon doen. En dan heb je in ieder geval de leuke Cube skin. En wij gaan gewoon naar het volgende ding. En dit is een iets. Dit is meer echt. Dit is echt een ding wat veel pro's en competitive spelers zich gaan ergeren. Maar wat is er dan? Ja, waar ergeren ze zich aan? Nou, Arena. Arena. Misschien weet je het zelf ook wel. De punten. Terwijl, dat is ook in competitive trouwens. Een toernooi als Solo Cash Cup en Team Cash Cup. Dat weet iedereen misschien al, maar voor degene wat nog niet weten. De punten, of het niet is opgevallen, de punten of het geld is ja, bij meer, bij de top, als je kijkt naar Solo Cash Cup of Trio Cash Cup. Nou, de punt of het geld, omdat je geld krijgt, is verhoogd. Oftewel, je krijgt niet meer bij de top 1000 volgens mij, maar bij de top 50. Volgens mij heb ik zoiets gezien. Ik weet niet precies zeker hoe ik het had gezien. Anders kun je het altijd even nachecken. Maar dat is gewoon ja verhogen. Terwijl ja, dat is gewoon best jammer. Zuur. Ook als je echt net ja denkt, oh, krijg ik geld omdat ik in de top 100 ben. Nee. Want je krijgt het pas vanaf de top 50. En dat is zo zuur. Dus ja, ik zeg gewoon één ding. Als jij hebt het, ja, oefen, want dan krijg je wel gewoon het geld. En probeer dan in die top 50 te komen, maar ja, de top 50 is echt wel lastig om daarbij te horen. Want je hebt ondertussen zoveel pro's, je hebt niemand meer, je hebt meer pro's dan alleen een Booga en een Benny Fishy en een Mr. Savage. En je hebt er echt veel meer, je hebt zelfs een Carazola en ja, en nog veel meer. Dus daarom zeg ik, probeer gewoon, ja, je moet gewoon in die top 50 komen, dan krijg je pas zelf dus mij is top 50. Dus, en dan nu ook even over, hoe heet het, Arena. Wat is dan met Arena? Met Arena, nou, Champ is ook verhoogd. Want het is niet meer dat je bij 6k punten champ bent. Nee. Het is namelijk bij. Als het goed is. Volgens mij had ik gehoord bij 8k. In ieder geval, het is gewoon verhoger. Dat weet ik wel. Dus ja. Voor als jij nu eens geen champ bent en een contender bent en niet hoogste komt. Omdat, ja. Omdat, ja. Jouw. Ja. Je denkt, hoe lang is het niet meer? Waarom lukt het dan? Nou, dit is dus de reden. Champ is ook verhoogd. En ik denk ook weet waarom dat ze het gewoon doen. Dit heeft één reden wat ik mij kan bedenken. Waarom ze dit doen? Waarom is Arena ineens verhoogd en Cash Cup verhoogd? Nou, volgens mij. Is nu al bij Season 18. Wel, Season 8 van Chapter 2. Waar staan we het? Bij Season 1, Chapter 1. Dat heeft het dus gestart. Of ja, eerst is het dus 7 euro alleen. Maar, ja, je hebt dus nu. Ik ben al heel ver aan het volgen. Het is begonnen in
17 was vol met verstand. En ja, nu is het dan, hoe heet het, net iets, ja, nu is het. Nu is het zeg maar 2021. Kijk, je hebt heel veel podcasts. Je hebt niet meer alleen een, ja, die wat je toen had bij die ene. Bij die ene World Cup. Dus, dat is het voor een beetje. Je hebt alleen nog. Je hebt alleen nog maar een. Nou, hoe heet het? Je hebt niet meer alleen een Boega en een Benji Fish meer. Je hebt echt veel meer. Nee, ik kijk wel echt aan 100 content pro's. En eerder. En we zijn nog met een pleidooi om meer met de vrouw te kunnen worden. Dus dat is wel even een ding waar iedereen aan moet blijven denken. Waarom vind ik het redenpunt zo raar? Waarom kan ik niet meer camp worden? Nou, puur door dit. Dit heeft er één van deze reden. Omdat, ja, ze hebben het een beetje verhoogd. Omdat anders heb je te veel mensen in de Fortnite Champions Series. En wordt het gewoon niet meer leuk. En dan gaan wij gewoon naar het volgende topic. En ook gelijk het laatste ding. Want dit gaat even over. Dit gaat over. Want dat is namelijk. Je krijgt dus een no-build zone. Oftewel een soort. Waar je dus niet hoeft te bouwen. Dan kun je dus alleen maar schieten. En dat is wel handig. Want ja, ik ben nu zelf. Ik ben eigenlijk te laat begonnen op dit muis. Dat heb ik ook gehoord. Maar ja, als je blijft oefenen dan. Dan lukt het wel. Vandaag de custom build. Dat ik dus een custom design. Zijn deze knopjes. Ik laat beginnen even een beetje zien op mijn cam. Terwijl zijn doen de F1 toetsen. Bij Bulls. En dat is zo raar. Dus je zou hem moeten gaan customizen. Ja, ik heb dan een speciale ook. Ja, dat is. Dat is alleen. Dat is alleen. Ja. Ik kan ook deze gebruiken. Ik heb. En deze gebruik ik ook best veel. En dat is best wel fijner daarop. Ja, je hebt slechts de twee knoppen die ziet op je muis staan. Maar je moet wel een hele muisje hebben. Dat gaat er wel aan. Dat is je nou een normaal muisje. Als deze speelt, dan, ja, dan heb je gewoon niks aan. Want ja, mijn gaming muisje hebt. Dan hier nog die knopjes. Hier heb je nog twee die toon buttons, zo noemen ze die ook wel. Kijk, en dit zie je ook zit vaker. Mensen die een skybase gaan bouwen in de lucht. Zo, maar dat is nog een beetje. Dus er gaat dus een no-build zone komen. En dat is dus dan perfect voor mensen die aimen. Die wat goed zijn met aimen. Oké, want je hebt mensen. Je hebt de Bob de Bouwers. Ja. Ze zijn helemaal van bouwen, zoals je hier ziet. Ze zijn helemaal van bouwen en ja, het is gewoon echt mensen die kunnen perfect aimen. Ja, dit is het einde van de video. Ik heb niet meer echt updates over volgens mij. Maar dat vond ik wel even belangrijk, updates om te delen met jullie. Want ja, weet je waarom Arena en waarom, ja. En dat komt dus ook aan, terwijl een soort. Hoe heet het? Een no-build zone. Van no-build game. En dat is wel leuk, denk ik. Voor mensen die wat goed zijn met aimen en niet zo goed met bouwen, dan is dat wel perfect. Want mijn nichtje, ja, zij krijgt dat helemaal niet geleerd op Nintendo Switch. En dan is dit gewoon perfect
dan kun je gewoon leuk spelen. Dan heb je niet dat gebouw allemaal. Of mensen die wat naaitjes gaan krenken omhoog. Zo, dus dat is wel leuk. Dus laat zeker weten als jij dat leuk lijkt om te gaan doen. Gewoon no pauzon. Dan wordt het wel een soort warzone, denk ik. Dus laat het ook even weten. Nee, er zijn geen polls meer. Maar laat het even weten in een reactie. Wil je dan zeggen, dan gaat meer warzone aan of niet? Voor mij reden wel, omdat ja, warzone heb je ook keyboard en muis, alleen niet op Switch. Maar laat het weten, waar vind je dat dan op gaan lijken? Dat doe ik zeker. Daar een blauw duimpje, hoef je zeker te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden. En daarnaast op dat belletje te klikken, naast op de 90%. Zodat je geen video meer hoeft te missen natuurlijk. En dan zeg ik zoals altijd, adios.